We zijn een maand onderweg hier in Canada. Hoe beleef jij het WK tot nu toe? Ja, als één grote droom. Het is fantastisch om hier te zijn, om alles mee te maken. En ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Mooi, ik denk super resultaat dat we in ieder geval de groepsfase door zijn. Mooie tegenstander die we nu hebben geloot, dus ik vind het helemaal prima hier. 18 jaar, eerste WK, kijk je ogen uit. Wat zijn de momenten waar je het meest van geniet tot nu toe? Nou, het mooiste moment was voor mij wel de eerste wedstrijd, dat je het veld opkomt voor de warming-up. En dat zoveel publiek zit, dat allemaal tekeer gaat, dus dat was wel echt een heel mooi moment. Tegen Estland maakte je eerste minuut in het shirt van Oranje. Ik neem aan als je daaraan terugdenkt, dat je dan helemaal graag denkt, ja, ik wil hier ook voetballen. Ja, zeker. En het moment dat het volkslied klinkt, ja, dat is het moment waar je graag wil horen. En nou ja, wie weet. Ja, tuurlijk. Zeker als je een WK speelt, dan wil je hartstikke graag spelen. Dus ik hoop dat ik mijn minuten nog mag maken. Maar ja, nu geniet ik ook al. Hoe beleef jij die wedstrijden op de bank? Ja, soms echt heel spannend. Puntje van je stoel. En soms denk je van, kom aan meiden, vertandje erbij. Maar af en toe echt genieten van het spel wat te laten zien. Nou, ik vind het op de bank nog spannender dan dat ik er zelf zou staan, denk ik. Dus dat is helemaal niks, want je hebt het niet in je eigen hand. Dus ik zit ook de hele tijd te bibberen en te shaken wat er gaat gebeuren. Hoe denken jullie dat jullie meiden op de bank de speelsters in het veld kunnen helpen tijdens zo'n toernooi? Nou, tijdens de trainingen. Wij staan altijd om de tegenstander na te bootsen, zeg maar. Zodat ze goed voorbereid zijn op wat ze kunnen verwachten tijdens de wedstrijden. Dus als we goed scherp trainen, dan worden die andere meiden er ook scherp van. Tot slot, fantastische ervaring voor jou. Maar als je nog net even een minuutje mee kan pakken tijdens een wedstrijd, zou helemaal de kerst op de taart zijn, denk ik. Ja, dat zou echt helemaal super zijn. Ja, klopt.